Welkom in deel 2 van Him for the Weekend op deze zaterdagavond. Ik wil het even ergens met jullie over gaan hebben. Iets over waar we de laatste tijd niet zo heel veel over hebben gehoord. Corona. Wat is dat? Oh. Ja. Dat is die zangeres toch van Rhythm of the Night? Het is namelijk zo, een flink aantal Nederlanders die waant zich immuun voor corona. En uit een onderzoek van het AD blijkt dat 28% van de ondervraagden niet het gevoel heeft nog besmet te kunnen raken. Experts die vinden dat zorgwekkend. Ze zeggen, dit zijn allemaal individuen die het virus kunnen verspreiden. Vooral mensen tussen de 35 en 54 jaar geloven in hun eigen immuniteit. 34% voelt zich veilig voor het virus. Mannen die waanen zich vaker immuun dan vrouwen. En veel mensen leven met het idee dat ze al corona hebben gehad, ook al is dat nooit aangetoond. Nu heb ik even een vraag aan jullie. Denken jullie al dat jullie COVID-19 hebben gehad? Hebben jullie een ziekteverschijnsel in de afgelopen coronaperiode gehad? Dus je denkt van nou, dat of misschien ervoor zelfs. Dat ja, kan natuurlijk ook. Heel lollig. Toen het net begon, op een gegeven moment begon ik te hoesten en ik begon te niezen en ik begon van moeilijke. Nou, dus ik denk, dat moet corona zijn. Dus ik naar de huisarts bellen. Van toen nog voor een deur te staan, een soort sluissysteem, mondkapje voor. En dat was een aparte wachtkamer voor hoestende mensen. Ja. En dus als je toevallig geen corona had, heb je toen toch gekregen. Maar ik ben toen getest. Ik had geen corona, maar ik bleek op mijn oude dag een pollenallergie te hebben opgelopen. Wat zielig. Oké. Okay. Dus je hebt geen idee, maar ja, dat was het. Je hebt in ieder geval een pollenallergie te pakken. Dat scheelt er wel weer. Rick, heb jij ziekteverschijnselen de afgelopen tijd gehad? Je denkt van nou, dat kan het wel zijn geweest. Nee, niet dat ik me kan herinneren. En als ik het al zou hebben gehad, dan heb ik er echt letterlijk niks van gemerkt. Dus denk het niet. Ja, dat is dus een beetje bij mij het punt. Want ik ben echt niet ziek geweest de afgelopen tijd. Ik loop wel te hoesten, maar dat is echt permanent. Dus hoort er gewoon bij mij. Ja. Maar wat ik wel vind, over wat je net zei over die mensen die denken dat ze immuun zijn. Ik zat te denken, je hebt toch van die mensen die als ze bijvoorbeeld een hartaanval krijgen, dat ze niet gereanimeerd willen worden en dat ze daar een bandje of zo op de ketting voor dragen. Ja. Mm-hmm. Eigenlijk moet er voor dit soort mensen ook iets komen. Dat als je immuun waant voor het coronavirus, dat je dat dan laat tatoeëren op je borst of zo. En als je dan ziek wordt en in het ziekenhuis komt, dat je dan niet behandeld wordt. Oh, wat een goed idee. Dat vind ik best wel. Nee, sorry, maar dat gaat er me echt niet in. Nee, maar dat is dus zo. En er zijn een aantal stellingen bij gekomen. En dat is eigenlijk de vraag. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe jullie op dit moment erin staan. Oké. Okay. Daar gaat hij. Hoeveel procent denkt dat het coronavirus erger is dan de griep? Dat is een vraag. Ik denk dat het minder mensen zijn dan een half jaar geleden. Maar hoeveel procent denk je? 34. 34. Kijk, dat dacht ik al, dat het eruit zou komen. En jij, Rick? Ja, ik had iets van 40 in mijn hoofd. Dus, okay. Het is 67%. Toch nog? Ja, ja, dat ik dacht inderdaad ook, dit gaat best wel negatief worden, maar ja. Het schijnt. Oké. Okay. Faith in humanity restored. Ja, nou vraag 2. Hoeveel procent vindt het onverantwoord dat mensen deze zomer op vliegvakantie gaan? Hoeveel mensen vinden dat onverantwoord? Ja. Ik hoop iets van 99%. Nee, echt veel minder. Onverantwoord, ik denk. Nou, laat ik lekker 50 gaan zeggen. 50. Nou, dus dat jij er is bij. Het is 62%. Maar je hebt ook heel veel van die mensen. Ik zag laatst ook weer zo'n fragmentje van een vrouw die liep op de markt. En die zei van ja, en ik vind het echt bizar hoe druk het hier is op de markt. En toen zei de journalist van ja, maar jij loopt hier toch ook? Zegt ze van ja, maar ik woon hier. Ik van, ja, maar corona check niet eens je postcode of zo. Is dat bij merkpraten gebeurd? Ja, maar zo denken mensen wel. Zo ja. Van, ja. Je moet het niet doen, maar ik doe het zelf wel. Ja, klopt. Het is hartstikke hypocriet allemaal. Ik moet zeggen, je hebt het over die vliegvakanties. Ja. Ik zou het nu niet doen. Nee, ik ook niet. Vliegvakantie zeker niet. Maar nee, ik kom misschien niet. Dat ik nog nooit gevlogen heb. Maar, en vliegangst heb. Oh, dus heb je ook vliegangst? Nee, ja, nee, maar goed. Ik kan me wel voorstellen dat mensen het doen natuurlijk. Want mensen willen ook weg. Maar het is gewoon allemaal. Het is nog steeds een teringzooi. Dat is het gewoon zo. Ja. Maar goed, vraag 3. Laatste. Hoeveel mensen houden zich goed of zeer goed aan de coronamaatregelen? Ja. Mag ook een negatief percentage zijn. Wat denk je? 20. 20. Mike? Die zich houden aan de coronamaatregelen. Ja, goed tot zeer goed. Ja, weet je, ik denk, als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik dat doe. En ik denk nog dat er veel meer mensen zijn die denken dat ze dat doen. Ja. Dus ik gok op 52%. Dat is heel negatief. Ik dacht ook weer dat eruit zou komen, maar het is dus 76%. Ja, denken dat ze het goed doen.
Ja, ik vind dat alsnog best wel bizar. Maar ik vraag me ook altijd af, hoe test je zoiets? Ga je dan vragen, hou je je aan de coronamaatregelen? Iedereen zegt toch, ja, je gaat toch niet tegen een journalist zeggen van, nou ja, goed, ik doe het liever niet. Ik doe het ook gewoon niet. Maar goed, ik vond het toch allemaal best wel hoopvolle percentages achteraf. Ja, dat zijn vooral de ouderen voor wie het belangrijk is natuurlijk, hè? Ja. De grandma's en de grandpas. Nou. Wat goed. Maar eerst even beuken. Oké.